Stalker 1-0, this is Stalker 1-1. Status report, over. Stalker 1-1, this is Stalker 1-0. Leaving Manhattan, entering Brooklyn Battery Tunnel now. Over. Hallo allemaal en welkom bij mijn eerste aflevering van de 2014 WK Special. Ik ga gewoon het gameplay spelen met wat verschillende landen op aanvraag. Ik zit gewoon met Nederland natuurlijk. Maar als jullie het willen, kunnen jullie het laten weten in de comments en dan speel ik gewoon met een ander team. Ik moet wel vast erbij zeggen, ik ben hier niet heel goed in, maar we zien wat ongeveer komt. En het is Nederland-Duitsland, maar dat is in ieder geval een klassieker. Nederland tegen Duitsland, ja, wat zullen we daarvan zeggen? Duitsland won de WK-finale van 74 en Nederland pakte 1988. Ik gebruik gewoon de standaard opstelling, ik heb zoiets van, ik zie het allemaal wel. Ja, dat is natuurlijk een enorme beladen wedstrijd door deze twee wedstrijden. Ja, het zijn natuurlijk ook buurlanden en er is ook daardoor een enorme rivaliteit. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. De scheidsrechter geeft een doeltrap. De doelman neemt hem waarschijnlijk. Nou, dan kan we in ieder geval mooi weg. Dat hakje pakt goed uit. Klaar. De Jong. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Jammer, dat is niet hard genoeg, schot. Özil. Deze speler heeft overzicht en beschikt over een prachtige paas. Hij is echt van grote waarde voor zijn ploeg. De Jong. De Vrij. Nou ja. Zoals je misschien al merkt is de besturing iets wat anders dan je gewend bent. Met name de kracht die je in schoot stopt is enorm aangepast. Hoppa, 1-0 Arjen Robben. In de 10e minuut, die hangt er heerlijk lekker in. Uiteraard laat ik de herhalingen voor jullie lopen. Doe het goudje ook weer blij. Nou, laten we hopen dat het meer wordt. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Wat is hem alweer kwijt? Hij had vast die zaken zich. Mooi verdedigd door, maar geeft de bal mooi aan mij. Dat vind ik aardig. Bessie. En die gaat mis. Zeg dat wel. En die is een klein beetje ook. Klose heeft hem. Nou, dat is een mooie plek voor een vrije trap. De bal ligt. Oké, ik zie niet helemaal wat ik daar fout deed, maar het zal wel goed zijn. Geen slecht schot. Geweldig schieten. Je moet hem de ruimte niet geven, want de volgende keer is het raak. Ja, de verdediging moet hem eerder afstoppen. Bal kwijt, tegenpartij is nu aan zet. Özil. En hij wordt nu aangevallen. Jan Maat. En uiteraard wil ik ook weer wat nieuws uitproberen vandaag. Ik wil een discussie met alle subs en kijkers starten. En daarin wil ik weten hoe jullie erover denken. Het Nederlands elftal, zoals jullie het nu hebben gezien. Maakt dit Nederlands elftal kans om het wereldkampioenschap te winnen, ja of nee? Nou, het lijkt me leuk te lezen waarom je dat denkt. En daar kunnen we er gewoon verder over op discussiëren. Oké, dat was een epische mis.
En die nog erger. Geen goede paas, dat wordt een neerworp voor de tegenpartij. Die bal is bedoeld voor Van Persie. Kan Duitsland dat voordeel verzilveren? Oké, nou zag ik wel wat ik verkeerd deed. Snel genomen die vrije trap. Kedira. Dit is Klose. Speel de bal weer terug. Bessie. Die bal. En Rob is buitenspel. Dat is jammer. Dat is echt jammer. Oké. Daar komt hij enorm mooi weg. Martin Zindi. De Jong. Goeie tackle en opnieuw balbezit dus. Ja, en nu? En buitenspel, godzijdank. Anders had hij gezeten. Jammer dat daar op dit moment niemand stond. Miroslav Klose. Lekker combinatiespel. Gaat erop af. Ja, dit gaat goed. Net naast. En ik denk dat ik daar gelukkig had dat ik aardig een grote gok nam eruit te komen, maar het heeft geholpen. Dit is Sneijder. En dan ging hij weer. Puur op snelheid erlangs. De verdediger heeft het nakijken. Er zijn er maar weinig die hem bijhouden. Even. Jammer dat ik die aanval op zo'n manier dan weer kapot maak. Özil. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal weer kwijt. Miroslav Klose. En 2-0, Jonathan de Guzman. Een prachtig ingeleide counter. En zo te zien staat Amsterdam ook aardig op stop ondertussen, dus we doen het goed. Uiteraard zal ik gedurende het WK deze afleveringen blijven maken, speciaal met Nederlands commentaar. Klose heeft hem. Houdt die bal bezit? Alleen de keeper nog. Ah, en het is jammer dat Sneijder dan weer de bal ver eruit speelt. Persie. Goeie ingreep, de aanval wordt onschadelijk gemaakt. Muller. Maar die 2-0 is wel goed, want dat geeft wat meer ruimte voor mogelijke foutjes. Die je natuurlijk wilt voorkomen, maar fouten horen er nou eenmaal bij. Ja, met zo'n voorzet maak je de achterhoede niet echt lastig hoor. Robben. Ja, en nu? Gered, maar het blijft gevaarlijk. Hij verliest de bal. Özil. Robben aan de bal. En 2-0 met rust. Dat is een mooie uitgangspositie.
Ik ben benieuwd of mijn tegenstander zijn team intact laat of ik begin te wisselen. Geen vermoeide spelers, dat is mooi. Dan gaan we weer verder. En hij wisselt niet. Wat zijn de plannen van Duitsland voor deze tweede helft? We zullen het zien, want ze trappen net af. Klaar. De Vrij. De Jong. Jan Maat. Snel terug gekaatst. En de Duitsers mogen. De scheidsrechter herroept zijn eerdere beslissing om voordeel te geven en fluit nu toch voor een vrije trap. Ja, meteen genomen die vrije trap. Eens kijken wat ze ermee kunnen doen. Robben heeft hem. Eens kijken wat we hiermee kunnen. Die bal zijn ze kwijt. Niks. Balbezit voor de tegenpartij dus. De Jong. Dit is Sneijder. Het is Robben. Kijk eens hoe ze op elkaar ingespeeld zijn. De Guzman. En jammer dat Rob uit het spel was. Heel effectief opengezet. Maar oké, godzijdank staan we gelukkig nog steeds voor. 2-0. Ik moet toch eerlijk toegeven dat het voor mij wel een beetje wennen is, omdat ik nu ondertussen net gewend ben aan Engelse commentaries doen. Ik denk alweer de fout in. Ja, en nu? Maar het is wel leuk ook om een keer veranderingen in mijn eigen taal te doen. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Sneijder heeft de bal. Die steekpaas stuit op de verdediging. En dan heeft teruggekomen op de topic van vandaag, wat ik het over wil hebben, is dat ik persoonlijk denk dat dit Nederlandse elftal net iets te groen is om het te halen. Het zou geweldig zijn natuurlijk, maar ik zie het nog niet gebeuren voor ons nog. Mertensakker. Kroos. Miroslav Klose. Hij neemt hem. Nee, zo komen ze niet terug in de wedstrijd natuurlijk. Ik krijg toch ondertussen een beetje het gevoel dat mijn tegenstander begint te realiseren dat het waarschijnlijk wel voorbij is. Klose heeft hem. Martin Zindi. Daley Blind. Ze strijden om de bal. De keeper had veel tijd om zich op dat schot in te stellen. Goed verdedigd. Miroslav Klose. Sneijder heeft de bal. En nu gaat Van Persie vandoor met bal. Ja, en nu? Oeh! Dat was een hele mooie poging. Ik denk van Rob als ik zo eens kijk.
Ik had wel best een mooie einde gezien, al zeg ik dat zelf. De Guzman. Özil. Persie. Bal blijft in het spel. Dat bleef het gevaarlijk. Oeh, drie keer gaat hij er niet in. Dat is jammer. Dat had de wedstrijd echt compleet op soort gegooid. Oh, ze zijn de bal kwijt. De keeper komt goed uit en kan de bal pakken. Ja, ook die bal is niet meer bij. Die paas mislukt, bal over de zijlijn, ingooi voor de andere partij. Ah, de Nederlandse fans bouwen ook een feestje zo te zien. Ik moet zeggen dat die man een leuke bril had, maar toch is vragen waar hij die vandaan heeft. Sneijder heeft de bal. Bessie. Klose heeft hem. Hij doet wat hij moet doen en haalt de aanleiding die aanval. Robben aan de bal. Groepspelers voor de goal. Het gevaar blijft. En die bal kwam niet van een Nederlander, dus Nederland. En we krijgen een hoekschop. En het zag eruit dat Van Persie met zijn grote ook die kopbal erin gooide. De corner hadden we wat net hebben mogen. Maar het is intussen blessuretijd en ik denk dat we nou op teken zijn van de winst. Het gaat helemaal niet goed met Duitsland. Ze moeten nu een doelpunt maken om aansluiting te vinden, anders kunnen ze naar huis. Ondertussen wil ik dan ook meteen even mededelen dat maandagavond heb ik een verrassing voor alle Worstelfans op mijn kanaal. Die dus erg genieten van mijn WWE gameplays. Speciaal voor jullie komt een hele mooie verrassing aan. En die zal maandag rond het begin van de avond online staan en daar is het eindsignaal. Nou, ik vind het ook een mooie 2-0 winst. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Zoals ik al zei, laat mij weten in de comments onder deze video of jullie denken dat Nederland kan winnen, ja of nee. En ook waarom je dat denkt, of juist niet. Als je nog niet geabonneerd bent, druk dan even op. Heb je genoten deze video, druk dan even op het duimpje omhoog. En ik zie jullie dan bij de volgende aflevering. Hoi hoi!